Deze twee rakkers zijn vannacht gevangen in deze muizenval. De grote en de kleine muis. Het werkt zo. Je hebt dus een plank die kan scharnieren. Hier doe je pindakaas op. Dat vinden ze lekker, die muizen. Het touwtje, dat leg ik zo uit. Hier zit een... Kijk, als ze er overheen lopen, moeten ze de illusie hebben van dit is stevig. Dus je hebt een zekere zwicht, spanning nodig, voordat het plankje überhaupt enige beweging maakt. Nou, dat kun je niet met een veer doen, want met een veer begint hij al een beetje. En met een gewichtje kan het ook niet. Dus heb ik hier een magneetje onder geplaatst. En de druk van het magneetje, dus de kracht waarmee het hierop wordt vastgehouden, kun je instellen omdat hier een schroefje zit. En dat schroefje, dat kun je dieper instellen. Dus dan doe je het dieper, dan gaat het makkelijker, klikt het over en valt de muis daar waar je hem wil hebben. Dit touwtje is ervoor, dan kun je een gewichtje aanhangen. En dan is de bedoeling dat hij weer terug kantelt voor nieuwe muizen. Het is alleen zo dat, dat is me gebleken, dus ik gebruik dit eigenlijk niet. Want de weerstand over dit is een koperen asje wat ik heb gezaagd, door een houten gaatje, die weerstand is te hoog. Er moet een kracht overwonnen worden om hem weer terug te klappen. Dus dat werkt niet. Dus voorlopig ben ik even tevreden als er dus per nacht een muis, of in dit geval twee muizen worden gevangen. Dat is al vooruitgang in mijn kleine keuken. Hier op de rand van het Curver vuilnisvat heb ik de muizenval geklemd met nog een extra wasknijper om hem van wiebelen te behoeden. Aan de rand van een tafel, zodat die muizen er makkelijk bij kunnen. De muizen altijd ver van huis loslaten. In mijn geval is dat in een bosje aan de overkant van de vecht. Misschien wil een huismuis wel een bosmuis worden en gaat hij zijn leven beteren. Even snuffelen. En daar gaat de eerste, de grote. En daar gaat het kleintje, even twijfelend, maar uiteindelijk dan toch het bos in. Succes jongens, ga maar iets nuttigs doen, huilen voeren ofzo.